Sophia, ja, wat een ongelofelijke veerkracht tonen jullie vandaag. Ja, ik denk dat we gewoon heel erg boos op onszelf waren na de eerste helft. Dat is gewoon niet wat we doen, wat we kunnen en wat we moeten doen. En in de rust heeft elkaar goed in de ogen aangekeken en gezegd van, maakt niet uit, al verliezen we hem alsnog. Er moet wel echt een ander Almere op het veld komen die tweede helft. En ja, goed dat je hem dan nog winnend weet af te sluiten, is alleen maar mooi. Ja, trainer was boos, hoorde ik. Ja, we waren allemaal boos. Hij hoefde niet eens boos te worden. Ik denk dat het muisstil was en we precies wisten wat er niet goed ging. En het is niet tactisch of het is niet technisch. Ja, het gaat om energie leveren en willen winnen. En dan niet jezelf laten verslaan door energie. Ja, want jullie leken niet wakker. Jullie begonnen dramatisch aan de wedstrijd. Ze kwamen heel snel op 0-2. Ja, twee slordige foutjes. En ja, is het ook zo'n wedstrijd dat het precies voor hun binnenvalt. Want voor de rest deden ze ook niet heel veel, vond ik. Maar we hadden nul controle. We hadden de bal heel weinig in het spel. En we drukten gewoon niet goed genoeg. We lieten ze heel erg vrij om keuzes te maken. En ja, dan maak je ze alleen maar sterker. Dat is niet nodig. Ja, dan maakt Dimara La Cruz de 1-2. Maar daar kan je niet heel lang van genieten. Want dan staat de 1-3 alweer op het bord. Ja. Maar ja, derde kwart tonen jullie dan echt veerkracht. En jullie komen gewoon heel goed uit de kleedkamer. Ja, ik denk dat de goal van Diem was wel een aansluitingstreffer. Alleen we zaten nog helemaal niet in die wedstrijd in de eerste helft. Dus nog steeds de dingen die we niet goed deden, gingen nog steeds eigenlijk niet goed. En op het moment dat we in het derde kwart scoren, toen hadden we controle over de wedstrijd. En dan merk je gewoon dat zij heel weinig creëren en dat wij de overhand hebben. En vanuit daar we kunnen doorbouwen. Ja, en dan vlak voor het einde van het derde kwart valt die 3-3. En dan weet je, dan heb je nog een heel kwart. Ja. Ja, en toen kwam jouw momentje. Ik was heel erg alleen ineens. Ik snapte er helemaal niks van. Maar ja, goed, lekker. Ja. Hij zat er lekker in. Voor jou ook een lekker momentje, want je bent weer terug. Eigenlijk onverwacht dat je weer terug bent, gewoon op de velden? Ja, nou ja, onverwacht. In de zin, ja, het was niet echt in mijn plannen, maar ik miste het gewoon heel erg. En gelukkig was er ruimte in de selectie dat ik mee mocht komen doen. En ik heb het onwijs naar mijn zin, dus ik ben heel blij. Je drukt je stempeltje en jullie zijn eigenlijk onverwacht koploper, hè? Nou ja, ik vind het heel lastig. Weet je, deze nieuwe competitie opzet met die promotieklasse ertussen maakt het wat moeilijker. Om echt in te schatten wat je positie is. Maar ik denk, wij zijn gewoon heel erg met onszelf bezig. En natuurlijk kijk je naar de ranglijst. En natuurlijk is het lekker dat je je naam bovenaan ziet staan. Ik bedoel, daar gaan we niet over liegen. Maar we zijn gewoon bezig met een proces, met weer beter worden. Vertrouwen krijgen in ons spel. En hopelijk werpt dat zijn vruchten af.